Heb je enig idee hoe lang het geleden is dat ik persoonlijk gestopt ben met actief voetbal? Ben, hebt u gevoetbald? Ja. Ja. Dit is leuk. Dit is leuk. Ja, maar daar kom ik zo meteen op terug. Geweldig, geweldig. Nee, ik heb niet gevoetbald. Ik heb gekiept. Als ik heel eerlijk ben, ik heb 8 jaar als Duitsland. De eerste 4 jaar werden we elke keer trainen. Als ik terugkijk, was het allemaal meisjes. Allemaal meisjes. Maar ik was veel te veel aan het focussen op de punten waar ze nog niet goed waren. Dan sta je aan de stad, en dan sta je stil, dan doe je dus niks. Dan heb je toch een hartslag van 100 voor 160. Dan voel je de adrenaline door je lijf heen gieren en denk je, oké, okay, kom op. Mijn doelstelling was heel simpel. Ik wilde winnen ten koste van alles. Ja, water. Vroeger lag ik erin, nu sta ik erop. The next level. Ik heb veel aan mijn hoofd, maar in ieder geval geen roos. Dankzij de nummer 1 ter wereld. Hulde aan Esther van Zon. Eet bergen vitamines. Elke Nederlander, ook al heb je nog nooit op schaatsen gestaan, dan zit het schaatsen zit toch op de een of andere manier in de genen. En dan kan iedereen eigenlijk na een half uurtje kan goed zelfstandig rond. Moeilijk aan schaatsen. Ja, staan blijven, denk ik. Sport is theater. Maar sporters staan zelden in het theater. Ja, dat was indrukwekkend. Dus ik liep erop af en bam! Dat moet je gewoon zien. Sportmonologen staan de gewezen topsporters hernieuwd in de volle schijnwerpers van de aandacht. En ik ging aan hem sleuren en aan hem trekken en ik dacht, yes, dit is het helemaal. Ik mag gewoon doen wat ik wil. Ik kan gewoon vrij bewegen. Yes! En gaan zij nog één keer de confrontatie aan?